Meneer Van Wijk krijgt van thuiszorgmedewerker Iris alle aandacht die hij nodig heeft. En Iris, die geeft die aandacht met liefde. Ik heb net meneer Van Wijk ontmoet. Yes. En die zegt in ieder geval duidelijk wat hij vindt. Ja, dat is heel erg, ja. Hoe vind je het om voor hem te zorgen? Als je bij meneer Van Wijk komt, is het echt een verademing. Want hij is echt zo recht voor zijn raap en zo Rotterdams. Voor mij is het soms ook nog zelfs moeilijk te begrijpen wat hij af en toe zegt. Maar hij heeft een hart van goud. Hij is altijd zo open en dat geeft je zo warm welkom. Ja, dat is wel heel fijn om hier te komen. Wat vindt u van de zorg van Iris? Nou, ik zal je vertellen, ik ben een jongen, mijn hart zit op mijn tong. En ik zeg alles zoals het is. Iris, dat vind ik een hartstikke leuke en fijne meid. Ze doet al de werk hartstikke goed. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Wat ga je voor meneer Van Wijk vandaag doen? Meneer Van Wijk heeft steunkousen vanwege circulatieproblemen in de benen. Maar hij heeft ook wondzorg. Op zijn linker scheenbeen heeft hij 2 open wondjes. En die gaan we ook behandelen. Maar wat is voor jou dan de uitdaging om met die mensen om te gaan? Wat doet dat met jou? Wat doet dat met mij? Mens is mens, dus wat ik doe is gewoon, ja, ik doe het gewoon. Het is maar zo niet... gewoon is het niet, toch? Jawel, je doet het gewoon. Zorgen doe je gewoon geven. Mm-hmm. Mensen die hebben jouw hulp nodig, ze huren je niet voor niets in. Dus ze zijn afhankelijk van je. En ik denk dat dat wel de uitdaging is, om de mensen wat minder afhankelijk te maken. In de thuiszorg, laat ik het zo zeggen. En wat betekent je werk nou voor jou? Voor mij, mijn werk? Nou, mijn man zal zeggen, ze zal zelfs de gezin opzij kunnen schuiven. Ja, ik doe wel heel veel voor de mensen. Het is wel zo dat je het echt uit je hart moet doen om zorg te leveren. Want anders werkt het gewoon niet voor je. Nee. Ook al zou ik heel weinig betaald worden, dan zou ik nog lopen voor de mensen. Op welk moment ben je nou het meest trots? Wanneer ik echt trots ben is als bijvoorbeeld we hadden een cliënt en die mevrouw die was ernstig ziek. En vanaf het moment dat zij het niet meer kon, heeft ze ons ingeschakeld. Dat betekent dus haar zelfzorg. En die mevrouw was echt zo moedig. Die gaf aan dat ze kon het gewoon niet meer. En om zoiets uit handen te geven is voor mensen best wel moeilijk. En die mevrouw die vond het zo fijn dat ze de hulp kreeg. Die mevrouw is gewoon tevreden met hoe ze nu is. En ja, dan heb je wel een moment van, ja, daar ben ik wel trots op. Want ik heb wel gezorgd dat die mevrouw zich weer, ook al is ze ziek, zich goed voelt.